Kunnen we zo naar binnen, dames en heren? Ja, ja toch? Toch? Niet dan? Oké. Okay. Ik ga naar de openingsavond van Film by the Sea. En dat is een hele happening met een rode loper en een gala en zo. En ja, ik wil wel eens weten hoe je nou succes hebt op zo'n avond. En daar hoort natuurlijk een goede jurk bij. Dit is jammer, hè? Mijn borsten zijn te klein. Ja, even een kipfilet erin. Ben je ooit op het filmfestival geweest? Ik ben wel op het filmfestival geweest, helaas nog niet op de rode loper. Dus je kan me niet adviseren hoe dat is? Tuurlijk kan ik je adviseren. Nee, ik kan je wel adviseren qua jurken natuurlijk, maar niet hoe ik daar zelf heb gestaan. Je de hele avond zo lopen, denk ik. Hè? Hij sluit zeker, goed aan. Ja. Stretchy. Hakschoentjes nog erbij. Hakken. Hopelijk hou ik het vol. Nee. Nee. Iets te groot. Iets te groot. Nee. Nee. Oh. Ja. Deze is ook niet verkeerd. Ja. Nou, je zei toch dat ik moest opvallen? Ja, ik zeg doen. Nee. Hij is leuk. Goud is goed, toch? Hij is leuk. Wauw. Nou, de make-up zit erop, de krul zit erin. Op naar Vlissingen, waar dan vanavond eindelijk het openingsgala van het filmfestival gaat plaatsvinden. Jij maakt portretfoto's. Ik maak portretfoto's van iedereen die hier vandaag op de loper verschijnt, ja. Ben je nou zelf al eens over de rode loper geweest? Ja, twee keer. Hoe was dat? Awkward. Ja, nee, ik hoef niet op de foto. Dus nee, ik maak liever de foto's dan dat ik erop sta. En heb jij nu een soort van top 3 tips hoe je nou goed moet poseren? Hoe kom je nou glamorous over op zo'n loper? Nou, de kleding die doet al alles. En omdat het een feestje is, ziet iedereen er leuk uit en is iedereen blij. En iedereen komt natuurlijk als koppeltje, de meeste. En dan is het wel zo fijn als ze lekker dicht bij elkaar staan. Ja, dat er niet een kille afstand tussen ze zit. Precies, want de voetbal er tussendoor schieten, dat ziet er niet uit. Maar ik ben alleen, hoe doe ik dat dan? Dan mag je lekker mij aankijken. Dan zeg ik wel dat je in de lens mag kijken en dan maak ik een prachtige foto. So I'm doing some research how to be glamorous on the red carpet. Oh, don't ask me. I'm the last person you should ask that. I think mainly the most glamorous thing you can do on the red carpet is smile. That's what I think. I'm not one for looking moody on the red carpet. But as for looking glamorous, I mean, I know lots of people have their hair and makeup done professionally, but I always get a bit too impatient. So you just do it at home? I just do it myself. I do it at home. I cut my own hair. And then I just try to look as presentable and excited as possible. I really try to take the discomfort out of it, because a lot of the time, red carpet for women particularly is all about control, underwear, you know, Spanx, girdles, corsets, kind of very high heels. Basically just standing there feeling extremely uncomfortable until you can get inside and sit down. And I actually found it just makes everything a lot less fun. So I decided I was happy to look less good in photos, but be more comfortable. Wearing sneakers tonight. Yeah, well, sandals tonight. Oh, sandals, yeah, yeah. I wouldn't say they're kind of hugely glamorous, but they do mean I have a good time at the party. And these days I find that's more important to me. Waarom ben je gekomen? Ik ben uitgenodigd. Waarom? Waarschijnlijk vanwege mijn functie. Ik ben wethouder met onder andere cultuur in de portefeuille. Dus dan hoor je er blijkbaar bij dit soort feestjes. Ja, dan is dit wel een belangrijk event hier in Zeeland, in Vlissingen. Precies, ja, nee, klopt. Hey, en jullie moeten zo meteen over de rode loper. Ja, ook nog. Ja, ik weet allemaal niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar ik laat maar over me heen komen. Ik ga gewoon genieten. Dat is voor jou voor het eerst over zo'n rode loper? Nou, hij heeft nog bij de Rabobank gewerkt en toen moest ook een keer over een rode lopen. Met een limousine zelfs. Hoe vind je dat? Ja, vind ik. Ja, nou, eigenlijk is niet echt mijn ding. Nee? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat opdoffen en zo, hè. Weet je wel. Je vindt het wel leuk, zeg je. Ja, dat, voor een keertje is dat wel leuk, maar dat is niet iets wat ik... Nee, dat ik niet veel doe. Oké. Okay. Het is tijd voor mijn eigen rode lopermoment.
Super awkward dit, ja. All right, en een foto. Oh, moet je er nog een keer? Ja. Oh jee, word ik gewoon afgemonsjoerd. Oh nee. Sta ik er in de rij. All right, dank u, dank u. Zo, nou, we zijn officieel binnen. Eens kijken wat hier bij de borrel allemaal gaat gebeuren. Ik draag geen jurken. Want ik vind mijn pak vind ik gewoon fijner dan een jurk. Waarom draag je geen jurken? Omdat ik daar niet echt comfortabel mee ben. Ik voel mij comfortabeler gewoon een pak. Een beetje mannelijk. Waarom is dat? Ja, waarom? Ja, gewoon. Ik vind het ook mooi, zeg maar, bij mezelf ook. Ik zou mezelf niet zo snel in een jurk zien, zeg maar. Je hebt je niet aan de dresscode gehouden? Niet, oké. Dat wist ik niet. Wat is de dresscode dan? Ja, black tie, hè? Ah. Ah, die heb ik niet helaas. Dus. Je hebt een black tie. Maar je wist wel dat het black tie was vanavond? Nee, ook niet. Ik was meegevraagd door iemand. En gewoon random. Voel je je nou underdressed? Nee. Maakt niet uit. Ik heb er geen last van. Ook hartelijk welkom op deze toch wel speciale 24e editie. Nou, de film is af. Het feest gaat beginnen. Ik wil wel eens weten, gaat het hier nou om de looks of toch om de inhoud? Het is, deze avond is heel goed om als netwerkavond te gebruiken. Dus ik heb al heel veel, ik voel net aan Lieneke, kan ik Jeyan spreken? Dus het is voor mij echt wel belangrijk om andere mensen hier te ontmoeten en te kijken of je een samenwerking kan laten plaatsvinden. Maar ik zie wel veel mensen die hier komen voor de netwerk en voor de looks. Maar ik denk dat er ook wel een aantal mensen zijn voor de films hoor. Want anders kan je er geen heel festival onder organiseren, denk ik. Maar ik denk dat het netwerken onder elkaar toch ook wel een beetje gebeurt. Zeg maar. Het is een beetje een bijactiviteit, denk ik. Die rode loper, hè? Ja. Is dat nou speciaal materiaal? Ja, het is wel speciaal materiaal. Ik ben vaak in Cannes geweest. Daar is het precies hetzelfde materiaal. Het is vrij dun. Als het nat wordt, gaat het ook ontzettend soppen. Dat kun je daar wel even uittesten. En in Cannes, op die rode loper wordt voor iedere voorstelling ongeveer vernieuwd. Hier laten we hem gewoon de hele week liggen, want het is heel duur materiaal. Hoeveel kost het? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is iets van mijn producent. Maar in Cannes doen ze dus rustig gewoon. Daar hebben ze 4 keer per dag, volgens mij, een grote rode loper première. En voor iedere voorstelling worden stukken van die rode loper opnieuw gelegd. Ik ben ook wel eens gaan praten met zo'n mannetje. Van hoe werkt dat nou en hoe is dat nou? Mag ik een stukje als souvenir? Ja hoor. Dus ik heb ook een stukje rode loper van Cannes. Die heb je thuis liggen? Die heb ik thuis liggen, ja. Waar precies? Ja, in een kastje. Ik dacht, ik maak er een leuk lijstje omheen. Is nooit gebeurd. Ben jij ooit gevallen? Op de rode loper? Ja? Nee. Ik ga niet zo vaak over rode lopers hoor. Want in Cannes, daar kom ik ieder jaar. Maar ik ga nooit naar zo'n rode loper première, omdat ik dat veel te veel gedoe vind. Waarom? Dan moet je je zo aankleden. Dat vind ik ingewikkeld. Ja, hier ontkom ik er niet aan als ik als directeur. Maar in Cannes kan ik gewoon kiezen om dat niet te doen. En het is ook een enorm gedoe om aan die kaarten te komen. Dan denk ik, ja, als die film echt de moeite waard is, dan zie ik hem heel snel daarna wel. Ik hoef dat niet per se de allereerste voorstelling te zien. En dan hoor ik wel van, deze moet je zien. Nou, dan zie ik hem wel op een andere manier. Ik wens je nog heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Nou, dat was het. Film bij de Sea 2022. Ik heb veel goede tips gekregen over hoe je nou glamorous overkomt op zo'n rode loper. Zelfverzekerd zijn, veel glimlachen, maar vooral lekker jezelf blijven. En het feest gaat hierachter nog wel eventjes door, maar ik zeg tot volgend jaar. We'll be right back.